Ja, ik was een beetje boos. Ik werd een beetje gefrustreerd omdat ik werd een beetje dwars gezeten door tegenstander en de scheidsrechters die werkten niet echt mee. Dus toen werd ik een beetje boos. En als Rogier Jansen boos is, dan gaat zijn schot blijkbaar vallen. Getergd in het vierde kwart. Hij wil laten zien dat er niet met hem te sollen valt. En dat doet hij in een wedstrijd die na één kwart eigenlijk al gespeeld is. Flames is op alle fronten te sterk voor de gasten. En Jansen die steelt in het vierde kwart de show. Hij heeft oog voor zijn medespelers, voor met de scoren. En hij scoort zelf ook aan de lopende band. 17 punten in één kwart. Dat is veel. Dat is heel veel. En elke poging van Rogier Jansen is bijna raak. In Amerika zeggen ze dan dat een speler in de zone is. Dat viel wel mee. Ik bedoel, het is niet echt een... de wedstrijd was al lang en breed gespeeld. Dus dit is niet echt een wedstrijd waarvan je dan kan zeggen ik was in de zone. Nog één hoogtepunt. De score van Stadjer Yannick van der Ark. Flames plaatst zich voor de halve finale. Daarin is Leiden de tegenstander. Twee ploegen die elkaar niets ontlopen. Nou, je moet het zien als een soort schaakspel. Hè? Dat is eigenlijk waar het in de playoffs om gaat. Het is, je moet altijd proberen je tegenstander een set voor te zijn. Leiden is een hele fysieke ploeg. En dat weten we. Dus die gaan er alles aan doen om ons uit ons spel te halen. En daar moeten we op anticiperen. En dat gaan we proberen te doen. We zijn er al.